Jan Schouten is eigenlijk de grote onbekende. Hij heeft heel veel voor Dordrecht betekend en de meeste Dordtenaren kennen hem ook niet. Dus ik vind ook, ja, het is echt een erkenning voor hem. Een beetje vreemd is het natuurlijk wel. Iemand die heel belangrijk was voor Dordrecht, maar niemand die hem kent. Ik denk dat hij heel bescheiden was en ja, hij heeft natuurlijk geleefd aan het begin van de 19e eeuw. Dus dat is al heel lang geleden. En ja, er is weinig meer van hem over in ieder geval, ook in het straatbeeld. Maar zijn nageslacht heeft nog wel veel herinneringen aan Jan Schouten. In de familie, daar hingen altijd schilderijen en verschillende attributen die te maken hadden met het leven van de oude Jan, zoals wij hem noemden. Dus eigenlijk sinds mijn hele opvoeding, zo her en der, werden er wel dingen verteld over die oude Jan, wat hij allemaal wel niet deed. We hebben wel een linkje. Dus vooral wat hij met boten deed, dat vind ik erg mooi. Ja. Ik heb zelf een zeilboot met mijn vader. Naast zijn nageslacht is de vrijmetselaarsloge La Flamboyante een belangrijk ding dat Jan Schouten nagelaten heeft. Ja, de vrijmetselaar werkt aan zichzelf met het idee van ja, wat is zijn plaats in de wereld en hoe kan hij die, ja, ook wel de wereld verbeteren. Dat wil dan weer niet zeggen dat de familie nu nog steeds iets met dit nobele streven heeft. Zowel mijn vader als mijn grootvader, die hadden niets met vrijmetselarij. Sterker nog, die hadden een aversie tegen dat soort clubjes, om het zo maar te noemen. Ook dat is iets wat je in je opvoeding meekrijgt. Wel waren er wat dingen die in het huishouden herinnerden aan dat verre voorzaten, dat die daar iets mee hadden. Maar ons zei het niks en we hebben er ook niks mee gedaan. De vrijmetselarij laat een jongere generatie dan weer niet helemaal koud. Als je dan iets langs ziet komen, zijn er redelijk wat Amerikaanse films ook over uitgebracht de laatste tijd. Dan word je eigenlijk continu geprikkeld. En in één van die films kwam iets naar voren en dat vond ik wel, toen zei ik, hé, dat is grappig. Dat was een ritueel, dat er iemand, voordat hij binnen moest komen, moest hij een aantal keer kloppen op de deur. En dat ritueel doen wij met verjaardag. Dus voor een verjaardag, als ik 40 word, dan klopt mijn familie op de deur 39 keer en dan antwoord ik met 40 kloppen. De tentoonstelling loopt nog tot en met maart in het huis van Gein.